Met man en macht werken tientallen vrijwilligers zich de tandjes om alle praalwagens op tijd af te krijgen. Het bloemencorso van Vollenhoven. Door corona heeft het evenement dit jaar een andere opzet. En het heeft daarom ook een andere naam, het Dahlia Festival. Han Knol van het corso legt uit hoe dat zit. Normaal zijn wij gewend om een groot corso, een rijdend corso, neer te zetten. Maar ja, door alle regels en de beperkingen hebben wij toch al vroegtijdig ergens. Eind april, begin mei hebben we toch besloten om er geen rijdend corso van te maken. Maar een stilstaand evenement. En dat hebben wij het Dahlia Festival genoemd. De wagens gaan dit jaar niet langs het publiek. Het publiek gaat dit jaar langs de wagens. Die komen te staan op diverse plekken in Vollenhoven. We hebben in totaal 11 corso wagens. Die zijn verspreid in Vollenhoven. 10 staan er in het centrum van Vollenhoven. En 1 staat op een ponton in de haven. En dat zijn stilstaande wagens. Figuratie is daar wel bij. Er wordt ook gewoon gejureerd zoals andere jaren. Dus we hebben straks ook een winnaar. En de bedoeling is dat het publiek daar omheen loopt. Het festival wordt gehouden in Vollenhoven, Overijssel. Maar zoals elk jaar is er een aanzienlijk Flevolands aandeel in de opbouw. De meeste wagens worden in de Noordoostpolder gebouwd. Zoals in Marknesse. Daar werkt het team van Roel Smit aan hun creatie. Ja, het gaat goed. Het is een bijzonder jaar. Iets met een virusje wat er in Nederland rondwaalt. Maar gelukkig zijn we aan het bouwen. En dat is een belangrijk ding. Ondanks alle beperkingen? Ondanks alle beperkingen. Wij zijn hier toch min of meer een beetje werkgerelateerd aan de gang. En kunnen we zo op die manier elkaar genoeg ontwijken. Andersom is het ook bijna een bubbel wat er in de schuur zit. Dus, ja. Elke vrije minuut wordt in de bouw gestoken. Het thema van de wagen is de wolf in schaapskleren. En ook hier geldt dat veel handen het werk lichter maken. Wij hebben 70, 80 leden. Dus dat is echt, het zijn leden van de wagen. En daarnaast in die laatste weken, wanneer je gaat afwerken, dan zit hier normaal gesproken, maar dat kan van het jaar niet, zo rond de 300 man in de schuur. Allemaal bloemen te prikken? Om de bloemen te prikken. Dan staat hier achter de schuur een tent, die is 10 meter hoog. Daar zit dan volledig steigerwerk in. Er zitten 3-4 lagen in, er liggen overal mensen te werken aan die wagen. Het Dahlia Festival wordt gehouden op zaterdag 28 augustus. Tenminste, als de coronaregels het dan toelaten. We wachten nog even aankomende donderdag af. Wat dan de regering eventueel nog te melden heeft. Maar zoals het nou lijkt, ook in nauw overleg met de gemeente en met de veiligheidsregio. Vorige week daar uitgebreid over gesproken. Lijkt het de goede kant op te gaan.